السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس برود دس ليه دكورة ما تبرور أمن شوي. الحمد لله بور لاس هينج أوفر حلو في حلقي نكوب دوت إلي هتفوت هابن سديت. فنداخل مت نيو لاس بيهن إن شاء الله. ده نيو لاس هات أوفر هتفرلانجن ومن وورد وطاه نتين زين يلي إني كرسوس بديفنيسي بمبوبنستان في سي فتحة زبر بفور الألي أو كسرة زير بفور يا أو ذم فيش بفور واو then lengthen the sound for 1 second. بس أوسين فتحة فور الألف سي أو في كسرة فور يا أو في ذم فور واو dann muss hier der Klang verlangen vor den Sekunden. Wortbild ist gegeben. Der nächste Wortbild ist von Fatha. Dus ba is met een fatha erop en plus een alif. Dus dan moet je dan voor de seconde verlengen. Ba, ta, ta. En niet ba, ta, ta. Dat is verkeerd. Dus ba, ta, ta. De volgende is kasra. Kasra, er is een letter met een kasra. En daarvoor is ja gekomen met een seconde erop. Dus moet je ook voor een seconde verlengen. B, T, T. En niet B, T, T. Want de laatste is de dhamma met een waw en een sukoon. Dus bu, tu, tu. En niet bu, tu, tu. Dat is verkeerd. We gaan beginnen met de oefening, inshallah. Met de oefening zal het wel gemakkelijker gaan. De eerste oefening is over zabr, over fatha. Dus je ziet hier in de cirkel staan any letter. Dus gelijk welke letter dat is met een fatha en daarna een alif komt, moet je dan verlengen voor een seconde. Ik ga de oefening voorlezen, inshallah, en jullie moeten mee herhalen. Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka. اهدنا صراط عذاب بهما قال لسعيها فيها. Dan gaan we over naar de kasra. Dus gelijk welke letter met een kasra en daarna een ja komt met een sukoon, moet je dan het verlengen voor een sukoon. Dini مستقيم الذين أليم محيط جحيم فيها حسيبا. And the last is the dhamma, dus gelijk welke letter, en de dhamma, en een voorstaat een wal met een sukoon, moet je dan verlengen voor een sukoon. مغضوب ينفقون كفروا قالوا نور آمنوا دون يعلمون. Dus alhamdulillah, we hebben de oefening al gedaan. Ik wil je meegeven dat waar dat allemaal cirkels staan, moet je zeer heel veel indruk op dat geven. En zo kan je het beter studeren en beter inoefenen. Dus de belangrijkste bedoeling was voor dit lessen dat je verstaat dat een relatie is tussen de fatha en de alif. Kasra is gerelateerd met de ja, dhamma is gerelateerd met de waw. Dus als die gerelateerd zijn, dan moet je voor een seconde verlengen. Maar sommige mensen, staat wel op dat sommige mensen nog korter lezen of wat langer lezen. Probeer het voor het seconde te houden. Op een staat erop dat deze drie voorbeelden, dus van fatha en alif, kasra en ja, en dhamma en waw, dit noemen de mad asli. De mad asli. Dus inshallah, voor de volgende keer moet je dan
Ben de asli von Britain leden. En door weer te oefenen gaat het wel, inshallah, lukken. Tot de volgende keer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.